Hele goedemorgen dames en heren, welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Joost en vandaag gaan wij een heel leuk avontuur beleven. Ik samen met Pascal. Pascal, hallo. Hey. Hey Pascal, het is een beetje donker hier, laten we even een lampje. Hallo. Lampjes, goedemorgen Pascal. Ik ben net wakker. Wij gaan vandaag naar... Hey mensen! Yay. Wij gaan vandaag daar leuke dingen doen. Yay. Nou, eigenlijk gaan we vandaag alleen vliegen en morgen gaan we leuke dingen doen. Yay. Pascal. Wat? Waar gaan we heen? Vliegveld. Zit hier boven ons? Hallo? Hallo? Heel stil. Het is hier wel heel stil, ja. Maar dan denk ik ook, daarom pak ik ook gewoon de vlogcamera erbij, want dan kert niemand, zeg maar. Hey, hou je bek, joh! Hey, joh! Fucking... Please contact the airport information. Hou je... Stefan en Rich. Ja, fucking Stefan weer, hè. Stefan. Kut, wees gewoon op tijd. Jezus, ja. Je lijkt Joost wel. Vieze, vuile... Pascal. Hey, wat ben je doen? Chicks aan het scoren. Heb je een beetje zin in wat we gaan doen, Pascal? Oh, ja. Want we hebben nog helemaal niet verteld waar we heen gaan, hè? Waar gaan we heen dan? Niet vertellen hoor, dat is een geheimpje. Dan moeten ze de video afkijken. Ja, dan komen ze maar al achter. Everywhere you go, always take the Pascal with you. I'm back. Ga je mee, Pascal? Nee. Mogen we vertellen waar we heen gaan? Of is het nog steeds geheim? Zullen we nog steeds geheim houden? Ze komen er vanzelf achter. Jullie komen er vanzelf achter met je hoofd. Wat? Zullen we vertellen waar we heen gaan, of niet? Nee. Nog steeds niet vertellen? Nee, dan komen ze vanzelf achter. Weet je waar we heen gaan, Pascal? Nee. Zal ik erin springen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Hey Pascal, we zijn inmiddels op bestemming. Ja. We gaan nog steeds niet vertellen waar we zijn. Nee. Het ruikt hier wel lekker. Het ruikt naar eten of zo. Wat hè? Ja, ik heb honger. We moeten natuurlijk niet te veel hint geven aan de mensen thuis. In wat voor land we zijn. Nee, maar, volgens mij zijn er wel bergen. Ik heb het gevoel dat zeg maar, de stad waar we zijn zelfs ook niet helemaal weet waar we zijn. Ik denk het ook niet. Ik bedoel... Waar zullen we zijn, Pascal? Weet je wat? Laat het in de reacties achter als jij weet waar we zijn. Het is in ieder geval wel frisjes. Hey, hebben jullie nou al een idee waar we zijn? Pascal, weten ze al waar we zijn? Nee, maar het is heel fel aan mijn ogen hier en het is heel kut. Ja, ik moet ook flink mijn ogen pijnsen, zoals jullie kunnen zien. Maar het is hier wel mooi. Kijk hoe mooi het is hier, though. Wil jij naar sneeuw springen, Pascal? Nee. Niet? Ik ga niet in de... We moeten nog 40 minuten in die kutbus. Het is wel waar, je wordt waarschijnlijk helemaal nat. Ja. Maar het is hier wel, very nice. Look at this, this view, jongens. Oké, als jullie raden waar ik ben, elke comment die goed is, krijgt van mij een hartje. Niet in de comments kijken nu welke comments een hartje hebben, want dan zijn jullie echt heel naar. Je moet het zelf raden. Dat is Pascal, hij moest ook zelf leren eten. Wat? Dus daarom gaf zijn moeder hem een hartje. Hey. Hey. Zo, ik ben eindelijk in mijn hotelkamer en ik moet zeggen, we hebben best wel sicke goodies gekregen. We hebben hier een mooie jas met een mooi logotje van God of War erop. Een mooie muts en een mooi boekie. Maar we hebben ook twee fucking vette omgepops gekregen. Holy shit, deze is van Kratos en deze is van Arteus. Dope! Voor als je je nog afvroeg voor wat ik hier ben. Ik ben dus uitgenodigd door PlayStation en God of War om hier te chillen en hun nieuwe game te checken. Tot nu toe, very nice. We zitten echt midden in Noorwegen. We moesten 3 uur met de bus. Maar we zijn in het hotel. Ik ga douchen en chillen. Oké, jongens, Pascal en ik die zijn dus nu even uit ons hotel ontsnapt. Om even te kijken wat wij hier kunnen doen. Want dit is even kijken. Echt, kijk even achter ons. Wat een sikke achtergrond het is voor een video. Hier, die enorme berg daar. Het water hierachter. Enorm persoon hierheen. Enorme persoonlijkheid hier. Bro, we gaan volop op onze bek nog een keer hoor, door deze sneeuw. Ja, maar hoeveel... Daar gleed ik net al bijna op mijn bek. Ja, het is ook wel glad en ik heb niet echt sneeuwschoentjes aan. Jij ook niet. Nee, ik ook niet. Ik heb totaal geen sneeuwschoentjes aan. Gewoon kleine stappers. Maar we gaan gewoon daar omhoog. En ik wil daar eigenlijk gewoon even een aparte video opnemen die waarschijnlijk vorige week online is gekomen. Dus mocht ik het gedaan hebben, check dan eventjes die video op mijn kanaal. Druk op het i'tje. Oké, het is echt ontiegelijk glad hier, oh. En mokerstijl. Echt, ik mag niet vallen, want ik heb best wel een lens en een camera bij me. En ik wil niet dat het kapot gaat. Het is zo glad en ik ben nu al moe. Oké, we zijn er bijna. Nou, we zijn bij het bord waar ik heen wilde lopen. Ik heb echt alleen geen idee wat voor video ik wil opnemen. Ja, top. Dus, ik ben Joost en laten we helemaal naar fucking... Afrika lopen in een land wat we niet kennen en een video opnemen zonder een idee te hebben. Ja. Ja, ik had gehoopt dat ik onderweg naar hier misschien een idee zou krijgen voor wat we konden doen, zeg maar.
Ja, verkeerd gehoopt. Oké, we gaan weer naar beneden en ik ga even checken of mijn spullen niet gestolen zijn. Ja, dat is ik denk dat dat misschien wel slim is. Ga je mee? Ja. Oké, let's go. Ja, laten we weer terug naar beneden gaan. Jij loopt naar boven. Ik wilde gewoon uit beeld lopen, Sting. Oh, wacht, we zijn totaal niet uit beeld gelopen. Wacht. Nee, joh. Jij loopt daarheen. Ik loop hierheen. Godverdomme. Ik dacht van, ja, we lopen weer terug. Dus dan gaan we weer casual met de twee hier teruglopen. Wat doet Joost? Loopt hij vast? Laten we weer naar beneden lopen. Hey. Ouwe, dit is fucking glad. Ik glij naar beneden. Pascal, ik ben bang. Oh. Dude. I made it! Yay, good job! High five. Woo! Yeah. We made it back home, Pascal. Nou, okay, laten we weer naar binnen gaan, want mijn deur is nog steeds open en het is waarschijnlijk helemaal koud nu in mijn kamer. Ja, leuk. Het is nu tijd om lekker te eten. Pascal, wat wil jij eten? Voer. Niet boerenkool of zo. Gewoon echt goed eten. Ik heb eigenlijk geen idee wat mensen in Noorwegen normaal gesproken eten, zeg maar. Ik ook niet. Volgens mij eten ze hier kebab. Eet smakelijk. Een hele goede morgen, dames en heren. Het is de volgende dag inmiddels. En vandaag gaan we dus alle toffe dingen doen die jullie in deze vlog gaan zien. Oh, wauw. Oké, dit had ik niet verwacht. Het sneeuwt. En het is best wel grijs. Ik dacht bij mezelf, ik laat jullie eventjes de mooie bergen zien van boven. Hoe dat eruit ziet, zeg maar. Maar je kan het niet zien, want het is mistig door de sneeuw. Oké, we lopen dus nu buiten. Pascal is er inmiddels ook bij. Hey. En we krijgen dus zeg maar een mooie tocht door de fjorden. Alleen, we hebben niet echt veel te zien. Nee, er is echt helemaal niks te zien gewoon. Mistig. Oké, we besloten toch maar even om naar buiten te gaan en om te kijken hoe het uitzicht is. En de sneeuw en zo. Ja, dat is een berg. En daar is ook een berg, maar die zie je niet, want het is een beetje sneeuwig. En daar is een berg. Oh, dat is een stukje berg. Moet ik grappig doen voor de vlog? Oh! Nee, je moet wel echt vallen, je moet op de grond vallen. Nee, ik heb een camera in mijn handen, lul. Ja, fuck jouw camera. Over camera's gesproken, hij wordt steeds natter van de sneeuw hier al. Ik weet niet of dit goed is voor mijn camera, maar... dedication, jongens. Dit was mijn avontuur op de boot. We gaan er weer vandoor. Het is koud. Oh, what the fuck? Staat daar wat in de hands? Joost, ik geef je 10 euro als je in dat vuur laat springen. Wacht, je wil dat ik in het vuur spring? Ja, ik geef je 10 euro. Ja, maar dan ga ik dood. Dan heb ik niks meer aan de 10 euro. Ja, maar ik heb wel. Dan heb ik toch een mooi video. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij zijn die kabouters van The Lord of the Rings hier al. De kabouters? Die hobbits. Wel, ik denk dat ze hier hobbits. Wacht, kom. Wat doen die hier? Een week veel. Zo met op de foto. Ik vind het wel spannend hoor, Pascal. Vind je het ook spannend? Ja, dat is wel heel erg spannend dit. Ja, wow. We worden meegenomen door de kabouters. Oh nee, de ze ontvoeren ons, man. Deze hele grote groep met mensen, Pascal. En het zijn allemaal YouTubers. Het zijn allemaal YouTubers. Allemaal YouTubers. Maar ze kunnen ons niet verstaan. Hey, jongens, fuck you. Oh nee, dat is Engels. Kut. Kut. Oh geen fuck. Nee, shit. Ah, dat is ook Engels. Nee. Homo. Oh nee, wacht. Homo. Dat is ook. Ja. Wat moeten we zeggen? Klootzakken. Klootzakken. Je moet niet gek opkijken, hoor. Maar volgens mij is je fiets afgebrand. Je had hier je fiets neergezet, toch? Ja? Ja, ik denk dat ze hem in de fik hebben gestoken, man. Nee. Ik bedoel, die vandalist hier in Amsterdam. Fucking Amsterdam, jongen. Ik kom hier nooit meer. Het is echt verschrikkelijk. Trouwens, over Amsterdam gesproken. Weten jullie al waar we zijn? Laat het weten in de reacties. En je krijgt wat hartjes, hè? Ja, dat is de deal. Oh, het is hier wel echt, oh, het is echt heerlijk warm hier, oh. Hier, fucking warm. Het is echt zo warm. Fuck. Oké, ik ga nu de blacksmith uithangen, dus ik moet letterlijk een bijl gaan maken met een haak. You know, I'm gonna do that shit. Oké, nu mag ik met de grote hamer. That's good help, because you had too much meat yesterday. Euros, please, yeah. Thank you. Ik heb een kraal, jongens. Hiermee kan ik mijn huur weer betalen voor een maand. Oké, we gaan nu dus met dat bootje gaan we varen. Echte vikingboot. En Pascal die heeft zijn life vest al aangetrokken. Alleen ik moet mijn life vest nog aantrekken, maar die krijg ik als goed is in de boot. Dit is de boot. Pascal gaat de boot in, jongens. Zo gaat hij. Very nice.
Ik wou wel zitten, maar alles is nat, Pascal. Ja, het is helemaal nat. Oké, ik zit op de boot. Pascal, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Pascal, we gaan roeien. De broeispaan gaat erin. We moeten, de motor is op, Pascal. We moeten terugroeien. We moeten roeien. We zitten een beetje in een noodsituatie, jongens. Next stop, England. Yes, let's go to England. England, here we come. Doe me denken aan de goede oude tijd, Pascal. Ja, goede oude tijd. Ben ik blij dat ik toen nog niet leefde. Laat mij maar filmpjes maken, hoor. Filmpjes maken. Oh! There we go. Woe! Woe! Lekker, joh! Lekker! Yeah. Wow, dus jongens, lekker. Did it. Meer kralen. We maken onze eigen broodjes. Ja. Ga jij hem ook opeten? Ik ga hem opeten, alleen het ziet er zo zwart uit. Ja, eerlijk. Dat het goed op die plaat, dat is echt insane. Ik denk dat we dood gaan als we het eten, jongen. Draai me even om. Moet ik hem voor je omdraaien? Ja, ja. Goed zo, Pascal. Zag je, dat is mooi, hè? Dat is een mooie flip. Oké, mijn broodje is klaar. Ik ben aan het eten. Maar die honing is echt hier. Oké, het gaat er echt helemaal af. Maar het is heel lekker honing. Ja, dat had ik het ook. En dan komt het op je hand en het is heel plakje. Dat is echt heel kut. Hij is lekker, hè? Ja, ja, lekker. Pascal, laat even zien dat het een greenscreen is. Het is een greenscreen. Die moet je wel echt mij, zeg maar, zo helemaal zo uit. Ik zal het stilstaan. Dan moet je mij uitknippen. Zo. En dan zie je, het is een groen scherm. Het is geen groen scherm, maar het is wel een hele mooie berg. Met allemaal mist overal. I don't know. Het is... Deze locatie is gewoon fucking dope. We zijn hier omringd door bergen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yeah! I got it. He's got it. We have a winner. Yes. Yo, Pascal, de mist is eindelijk een beetje weggetrokken. Uh-huh. En we kunnen nu eigenlijk eindelijk een beetje de fjorden zien. En holy shit, het is echt fucking vet hier. Het is zo mooi. Zo mooi. Ik ga het jullie laten zien. Kijk naar hoe ongelooflijk mooi het is hier, jongens. Echt, je kan echt helemaal de dal in kijken. Mooi vikingbootje ervoor. Dit is echt... Woe! Fucking vet, Pascal. Ik wil hier wonen. Are you sure about that? Nee, ze hebben hier geen McDonald's. Want dat is de enige reden dat je hier niet wilt wonen. Nee, gewoon alleen daarom. Oh my god. Het duurt zo lang voordat je ergens bent waar je gewoon lekker een McDonald'sje of een... gewoon vet kan eten. We hebben net echt hele vette vleeslappen op. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Het is hier wel heel mooi. Ik heb een lampje aan moeten zetten, want het is hier. We zitten in een grot nu. Echt een random overgang van de vlog. Ik weet het, ik heb ook een jacka met bondkraag aan. Maar we zitten dus nu in een grot. Waar is Pascal? Pascal is daarachter. Hey, hi. Ik ben er ook. Het is hier extreem donker, extreem koud. Vandaar de extra jas. Hieronder nog mijn normale jas. Maar we gaan nu dus. Ik weet niet wat we gaan doen. Het is hier wel mooi blauw achter. Ja, voor mij is dit een seks dungeon. Oké, Pascal, behalve de hele harde muziek. We hebben een kaarsje gekregen. Ja, we mogen moeten een wens doen. We moeten hem aansteken en dan mogen we een wens doen. Ik hoop dat ik geen maag meer word. Heb je hem al aangestoken? Ja. Wat ga je wensen, Pascal? Seks. Ga je die voor jou eerst inzetten? Ja. Oké. Okay. Doe je wens, Pascal. Ik heb gewenst. Ik hoop voor je dat hij uitkomt. Ik hoop het ook. Ik heb ervoor gewenst. Wat heb jij gewenst? Ja, dat ga ik niet vertellen. Ja, want, nee, maar zo mocht ik het wel vertellen dan. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook wat anders gewenst, toch? Ja, dat klopt. Ja, maar dat je? Ga ik ook niet zeggen. Nee, dat moet je ook niet vertellen. Ik had gewenst op een grotere pik. Pascal, ja, maar daar komt hij niet uit. Ja, dit is echt heel kut, Joost. Oké. Hallo. Hi, Pascal. Hey, Joost. Hey, gaan wij nu een gesprek hebben samen? Ja. Oké. ASMR. ASMR. Hey. We zijn dus nu weer terug in het village. Hey, Joost. Pascal. Oké. Okay. We waren daar letterlijk in die grotten alleen om naar 3 nummers te luisteren van een artiest. En toen gingen we weer terug. En nu gaan we hier eten. Maar ik heb wel honger, dus het is goed. Zou ik een vinkje stoken, Joost? Wat wil je verbranden? 5 euro per verbrande papiertje. Ja. Oké, ga ervoor. Vast dan, nee, zo werkt het niet. Blijf er vast dan. Dat is helemaal verbrand. Tot een heel vlak. Anders krijg je die 5 euro niet. Oké, deal. Au. Oh nee, niet mijn svetje. Goed. Zo krijgen die 5 euro niet op, Pascal. Je moet hem vasthouden. Ik hou hem vast, au. Ik hou hem vast. Ja, maar hij breekt af. Balen! Oké, het is inmiddels weer de volgende dag en het is tijd om naar huis te gaan. Heb jij genoten van de... Wacht, weten de mensen nou snel waar we zijn? Nee. Weten ze nog steeds niet waar we zijn? Nee, voor mij niet. Als je weet waar we zijn, laat het weten. Het is echt gewoon een dode meme.
Ja, we hebben ook in de tussentijd gewoon een andere video opgenomen waar ik gewoon verteld waar we waren. En die video was vorige week online gekomen, zeg maar. Maar als je weet waar we zitten, ben, doe dan een hartje. Oh. We zijn weer bij het vliegveld, Pascal. We zijn weer bij het vliegveld. We gaan er weer vandoor. Het is tijd om naar Nederland te gaan. Ja, weg. En eindelijk weer een keer junkfood te kunnen eten. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Hamburgers en patat. En pizza. En pizza. Nou Pascal, dan gaan we weer terug naar Nederland. Oké, we zijn weer thuis. We hebben de rit overleefd. Pascal, ja, ben je blij dat je weer thuis bent? Aan de ene kant wel, aan de andere kant mis ik de bergen wel. De bergen waren wel mooi. De bergen waren wel heel mooi, dat mis ik wel in Nederland. Echt toen we over Nederland heen vlogen, had je gewoon één platte pannenkoek. En als je dan kijkt zeg maar, naar waar we waren, dat was gewoon berg, berg, berg. En ik haat Nederland. Ja, het eerste wat hij zei is van, het is helemaal plat gewalst hier ook. Ja, wat een kutland. Wat een kutland. Maar goed, we zijn niet dood, het vliegtuig is geland, we made it. Tijd om te eten. Ja, voedsel, honger. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie allemaal. Doei. Skabidi, skabidi, skabidi.